Hallo lieve Steenbok, leuk dat je er weer bij bent. We zijn in week 48, 27 november tot en met 3 december. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve Steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Het voelt alsof je steeds meer jezelf aan het worden bent. Alsof je steeds meer op jezelf kan vertrouwen. Steeds meer het licht in de duisternis ziet, wat je daarvoor misschien niet altijd zag. Het voelt alsof je steeds meer durft te stralen en steeds meer echt te laten zien, dit ben ik. En niet alleen van, dit ben ik, maar ook echt in de zin van je laten zien wie je bent. En voor jezelf kunnen opkomen en alles wat er eigenlijk bij hoort. We gaan eens even verder kijken, lieve Steenbok. Oh. Ja, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de steenbok deze week verwachten? Ja, je wilt te snel. Dus je wordt soms echt op halt of op pauze gezet. Zodat je echt de tijd kan nemen. Het ligt daardoor ook soms echt uit je handbereik. Omdat het meer voor de toekomst is. Of omdat je eerst nog andere zaken mag gaan oplossen. Weet wel, zolang je echt vanuit je diepste dromen werkt en vanuit het hoogste goed komt het echt allemaal veel sneller dan dat je verwacht. Maar voor nu, let op welk doel is eerst en geef de steun die je nodig hebt, maar ook vraag de steun die je nodig hebt. Misschien kan je bepaalde dingen niet alleen hoe graag je het ook zou willen. Dus concentreer je op wat je echt wil en volg dan die stappen. We gaan eens even verder kijken, lieve Steenbok, naar een mooie boodschap voor jou. Vandaag kies ik voor hoop. Ik moet het leven niet kunnen controleren. Ik geloof in magie en mirakels. De natuur houdt van mij. Door mijn hart open te stellen voor de natuur word ik rustig en gelukkig. En ik kies ervoor om dapper door het leven te gaan. Ik laat niet toe dat anderen mij intimideren. Ik houd voet bij stuk. Ik geef nooit op. Lieve Steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.